Welkom dames en heren bij Pretpark Weetjes aflevering 2. En in deze aflevering gaan we het hebben over Disneyland Parijs en over de Efteling. Over de Efteling heb ik het volgende te melden. De vrije valachtbaan zou wel eens Hoogmoed kunnen gaan heten. We weten allemaal dat de vrije valcoaster met één looping erbij een mijnthema krijgt. Dus waarmee moet ik denken aan een hele oude Hollandse mijn? Hoogmoed is wel de werktitel, want de piranha heette vroeger namelijk de Urabamba. En in een nog vroeger stadium hebben ze het zelfs Funny Village genoemd. Kun je je voorstellen, piranha heette vroeger zelfs Funny Village. Raar. Dus of het echt Hoogmoed wordt, dat weten we niet. Maar wat wel bekend is, is dat het dus een Hollandse mijn, een echte oude Hollandse mijn thema krijgt. En dat je waarschijnlijk diep in de mijn gaat. Logisch. Disneyland Parijs heeft het er maar druk mee. Ze hebben pas een hele grote attractie gebouwd in de Studio World, namelijk Ratatouille, waar ze bijna mee klaar zijn. Ik denk nog ongeveer een maandje dat ze moeten bezig zijn aan de kleine snuffeldingetjes, dat ze nog eventjes gewoon de laatste puntjes op de i moeten zetten om deze attractie tot een volledige, complete dark ride te benoemen. Wat natuurlijk ook heel erg opvalt bij Disneyland is dat ze al een half jaar bezig zijn om de attractie de Indiana Jones, een van mijn allereerste achtbanen ooit, te gaan renoveren. Wat wel echt een nadeel van deze attractie is, is dat hij te verouderd werd. 20 jaar stond deze achtbaan in het park. En werd nog altijd geliefd door alle bezoekers. Maar na 20 jaar moet hij ook een achtbaanrenovatie krijgen. De rails zijn opnieuw gemaakt, het is opgeschoond, opgepoetst. Zelfs de decorstukken zijn vervangen. Maar helaas zijn er geen nieuwe decorstukken toegevoegd aan de Indiana Jones. Wat mij betreft is dat wel een klein beetje jammer. Maar aan de andere kant is het eigenlijk helemaal niet nodig. Aan de Indiana Jones moet je met je tangels vanaf blijven. Moet je niet aankomen. Deze attractie is ouderwets gezellig. Dus net als de Space Mountain, niet gaan renoveren. Niet Space Mountain Missie 2 van maken. Want 1 was gewoon helemaal niks mis mee. Wat ze wel hebben veranderd is namelijk dat ze LED-verlichting hebben gebruikt. En je merkt dat in heel veel attracties, wanneer ze een renovatie maken, denk aan de Droomvlucht in de Efteling, dat ze gebruik maken van LED-verlichting. Ik denk dat dat wel goedkoper is en een wat mooiere, leukere sfeer geeft, vooral voor een dark ride. Vond je dit een leuke video? Geef vooral een groen duimpje. Vergeet niet aflevering 1 te kijken van Pretpark Weetjes, want deze gaat over de vrije valcoaster van de Efteling. Waarschijnlijk de Hoogmoed werktitel. Salut!